Hallo, ek is Milan Marie en in hierdie reeks video's help ek jou om voor te berei vir jou monoloog. Van die aanvankelijke tekstanalyse, deur die vroeg van die karakter vind, tot bij jou final performance. Nou, voor ons kom bij die finale aanbieding, die kostuum en die lichte in die camera, wil ek met jou praat oor een paar ideeën hoe om jou woorde te onthou. Want het helpt toch niet. Jy verstaan jou karakter, jy verstaan die context van jou monoloog, maar jy vergeet op die einde jou woorde nie. Nou, dat zijn drie aspecten wat ik wil aanraak. Die een is baie voor die hand liggend. Dit is maar diezelfde type goed wat jij doet als jij bijvoorbeeld een lang vraag voor geschiedenis moet leren. Repetitie, repetitie, repetitie. Doe dit oor en oor en oor. Lees het zacht, lees het hard. Neem jezelf op en luister het terug. Maak zeker dat die woorden zo, ik wil amper sê, muzikaal deel word van jou, dat het bekend raak. So, dit is die een techniek, zou ik zeggen. Die andere techniek is om woorden te koppelen aan acties. Jij gaat bijvoorbeeld een slik van een kopje koffie vat, of jij gaat misschien een hoed regskuif als jij gefrustreerd of misschien een beetje nervous is. Jij gaat dalk opstaan en een trui aantrek. Dat is zeker een beweging wat jij gekies hebt om in jouw monoloog te doen. Jij kan daai bewegings koppelen aan woorden. Jij zal onthouden dat wanneer ik mijn hoed regskuif, dan zeg ik nou weer daai sin. Of jij weet dat als ik opstaan om mijn trui aan te trekken, dan is er die oorgang naar die praat door die begrafenis, of wat ook al. So jy koppel beweging aan woorden. Een laatste ding is dat jij moet werken aan jou karakterse gedachten. Want ik moet zelfs, al vergeet ik mijn woorden, moet ik amper kan opmaken wat zij zegt, omdat ik haar zo goed ken. En als ik haar gedachten zet en ik is op haar specifieke gedachten gaan, dan zal ik makkelijker uitkom by, oe ja, dis wat ek nou moet sê. So maak seker dat jou karakterse gedagtes ook deel is van jou repetitie. Wat is dit wat sy in hierdie 3, 4, 5 minute wat jou monoloog is, wat is dit wat sy aan dink? Want as dit is waarvan jou eie gedagtes vol is, dan gaan jy makkelijker kom by die woorde wat uit haar mond uit moet kom. So, daar is nie 'n makkelike manier nie. Die beste is oor en oor en oor en oor. En as jy jou karakter so goed ken, dan sal jy later weet wat sy sou gesê het. So, maak nie saak wat die tegniek jy gebruik of hoe jy die woord in jou kop kry nie, jy gaan met ure en tyd insit. Ek wil vir julle na aanleiding van my monoloog ook 'n bietjie iets sê oor wanneer iets baie repeterend is, baie dieselfde is, hoe jy jouself kan help om nie deur mekaar te raak nie. In een gedeelte van my monoloog hier teen die einde praat sy sê oor hoe haar pa vir haar wel sleg gesê het, en daar is nogal repetitie. Hy het gesê, maar God weet is verkeerd, Hester. God weet daar is iets sleg in jou, iets siek. God weet jy is nie 'n prinsesse gat nie. God weet ons sal hierdie ding uit jou moet uitbid en uitdryf. So daar is een paar sinne wat begin met God weet. En ek moet onthou in watter volgorde hierdie goed gebeur. En vir myself, omdat ek spesifiek in hierdie stuk dit wil emotioneel nogal wil laat bou, kry ek vir my visuele bakens of prentjies om te weet ek gaan van daai trappie na daai trappie na daai trappie. So dis 'n bietjie meer van 'n tegniese analise, maar dit help vir my om emosioneel te kan dryf en tog elke woord op die regte tyd te slaan. So, repetitie, repetitie, repetitie. Oor en oor en oor en oor en oor. Maak dit deel van jou lyf, maak dit deel van die ritme van hierdie karakter en hierdie monoloog. En hoe meer jy dit doen, hoe makliker gaan jy dit onthou. So, haal asem, oefen, en dan praat ons volgende keer oor jou finale setup, miskien 'n bietjie oor kostuum, miskien 'n klein bietjie oor beweging, en then it's up to you.